Ik weet niet of het een bubbel is. What the fuck? Wat is bitcoin? Wat is een bitcoin? What's a bitcoin? Bitcoin is een digitale valuta. Boppe, wat ben jij aan het minen dan? Ja, ik ben testbeeld bitcoins aan het minen om te kijken hoe het testnetwerk in elkaar zit voor bitcoins. Op dit moment staat de koers op 1001. Ik heb inderdaad bitcoins, helaas veel te laat ingekort. Ik ben er in september mee begonnen. Ze zijn flink aan het groeien in waarde. Welkom in de wonderenwereld van Clever Coins. De mensen sporen allemaal niet. Clever Coins Eindhoven. Clever Coin is een Nederlands handelsplatform. De Nederlandse beurs waarop die bitcoins kunnen worden verhandeld. Voor mij iets meer dan 1000 inschrijvingen. En we willen dus daarmee bitcoins bereikbaar maken voor het grote publiek. Moet ik nu hier gaan zitten? Karsten Nielsen is een van de drie jonge honden die bij de oprichting is betrokken van de eerste Nederlandse marktplaats voor bitcoins. Als je bitcoins koopt, koop je van iemand anders die bitcoins heeft en ze te koop wil stellen. En er zijn er genoeg hoor, die bitcoins hebben, die er ook gewoon weer vanaf willen hebben. En de prijs ten opzichte van waar mensen willen kopen en verkopen, dat noemt men de koers. Op dit moment staat de koers op 1001. Ik heb in totaal zo'n 120 bitcoins staan. En ja, die zijn inderdaad nu meer waard geworden. Bitcoin. Wij gaan zorgen dat mensen eenvoudig aan bitcoins kunnen komen en ook kunnen verkopen weer. In heel West-Europa is dat op dit moment eigenlijk niet mogelijk. Bestond nog niet in Nederland, niet zozeer een platform waarin iedereen zijn bitcoins kan kopen of verkopen of ook kan handelen met die dingen. Ik heb ze ooit ingekocht voor een koers van rond de 100 per stuk. $100 hebben we het dan over. En gaandeweg een beetje verkocht of weer terug ingekocht om zo te profiteren van de koersschommelingen die er zijn. De handel in bitcoins, digitale valuta van de toekomst, moet de mannen uiteraard ook weer nieuwe bitcoins opleveren. Wat is het verdienmodel van Clever Coins? Ja, wij vragen 0,3% commissie op wat jij verhandelt. Er komt van alles op ons af. Echt, alle soorten aanvragen komen binnen bij ons op de mailboxen. En dat is echt gaaf. De waarde van de digitale munt die gaat wel als een gek op en neer. Hij is ietsje gezakt. 985 staat hij nu. Nou, de waarde wordt juist bepaald door wat mensen ervoor willen geven. Vraag en aanbod, maar op dit moment eigenlijk vooral nieuws. Je hebt kopers aan de ene kant en verkopers aan de andere kant. Op het moment was China, op het moment paniek. Dus we mochten niet meer bitcoins kopen en dan zakt die in elkaar. En de transactie die tussen die twee lui plaatsvinden, dat bepaalt eigenlijk de actuele koers. Bitcoin. Een van de bekendste zeepbellen is de Nederlandse tulpenmanie in de 17e eeuw. Iedereen praat er wel over. Iedereen die met techniek, met ICT bezig is, die heeft het erover. Dat ging een tijdje goed. Bubbel wil ik niet zeggen. Waardoor de prijs nog verder opliep. En ik denk dat het heel veel toekomst heeft. Tulpenbollen werden hierdoor onbetaalbaar. Ik weet niet of het de bitcoin gaat worden, maar ik denk dat sowieso dit een kentering wordt op financieel niveau, net zoals er heel veel technische innovaties zijn geweest. De zeepbel spatte uiteen. Dat was 1637. Hebben we anno 2014 met een nieuwe tulpenmania te maken. Dit keer geen tulpen, maar bitcoins. Geen fysieke valuta zoals bijvoorbeeld een munt wel zou zijn. Gaat de geschiedenis zich herhalen of is het inderdaad de munt van de toekomst en de munt met toekomst? Bitcoin. Awesome, right?